Hallo dames en heren van het Robes Game kanaal, ik ben Jorgo en Jay Robes Gamer. Dames en heren, dit is deel 2. Mijn camera viel net uit, want dat was dus deel 1. Maar dit is deel 2. Dus kijk hem. Kijk hem, godver. Kijk hem! Oké? Okay? Niet je man. Dus zeg maar deel 2. Ik heb het beste wapen van nieuwe Roblox. What the fuck? Dat ik nog niet gekild ben. Ik ben niet van 20 minuten niet gekild. Hoe dan? Hoe ben ik 20 minuten niet gekild? Ik weet niet. Ik weet niet hoe ik 20 minuten niet gekild ben, maar ik ben toevallig niet gekild. Mooi. Ik ben niet gekild, ik word niet gekild, ik ben de baas. Ja, ik wil Trine zo graag killen, maar dat kan ik niet. Ja, ik heb hem eentje beloofd. MLG. Zal ik hem toch gaan killen zonder dat hij door heeft? Ah, maar nee, dat is weer zielig. Oh. Kut, hij heeft goede wapens. Met deze wapens kan hij je best snel doden. Maar ik heb hem gedood, Kabin! Ik wil gewoon zo graag dit soort video's maken. Kijken. Oh my god. Iedereen heeft zo... Oké, weet je wat? Ik ga zelf ook gewoon wapens verzamelen. Ik kan er gewoon niks aan doen. Ik ben verloofd met dit wapen. Dat ik veel. Dit is een te goed wapen voor Rob. Een te goed wapen voor mij. Dat moet hem zijn. Te goed wapen. Een te goed wapen. Wat is 4? Kut. 5. Oh, kut. Nou, kut zijn. Oh! Yo, deze wapens. Die zijn lekker. En met lekker bedoel ik echt lekker. Even kijken wat ze aanrichten, man. Oh, jeetje. Hallo? Heb ik hem nou gedood of niet? Ik heb hem gedood. Hey, topo. Hey. Jongen. Hij moet echt problemen krijgen. Deze gast wil zoveel problemen krijgen tegelijkertijd. Jij was toch degene die problemen wilde krijgen? Krijgen problemen. Jongens, hij wil problemen krijgen. Oké. Okay. Hey, doei, hè? Doei! Ik heb hem doodgemaakt. Hij wil problemen krijgen. Jij daar wilt problemen krijgen, meneer. Meneer wilt problemen krijgen. Ik ga even mijn capie aan. Meneer, waar gaat u naartoe? Dit kan niet, hè, wat u doet. Meneer, godverdomme. Blijf uit de buurt van mij, jongen. Jij krijgt zieke problemen. I'm sure about it. Meneer. Waarom gaat hij niet dood? Hij zei over pout of zo? Ik dacht dan, jongen. Hij is dood. Hoi. Doei. Waar slaat dit ook op, hè? Don't mind it, night. Doei, meneer. Zo, die ging hoog. Zag je dat nou goed? Hoe heeft hij zo snel fucking spullen? Hey, als iemand hetzelfde wapen als mij krijgt, hè? Oeh, dan wordt het wel een epische battle. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, dan denk ik dat ik toch wel ga winnen. TPRO, hoe vaak moet ik zeggen, blijf uit mijn fucking buurt, anders ga je dood en het glitcht te veel. Dus dat gebeurt niet. TPRO, blijf uit mijn fucking... Ja, ik maak hem toch dood, jongens. Ik maak hem toch dood. I'm sure about it. Hallo? Ah, ik heb iemand doodgemaakt zonder dat ik het zag. Oh, die was onzichtbaar. Oké. Maar waarom kan ik niet bewegen? Oké, ik kan niet bewegen. Oh, kan ik nu wel bewegen?
Mongolisch. Nee, ik heb het kutzooi. Jongens, ik kan jullie bedanken voor het kijken van deze video. Wat ben ik echt een kut, hè? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben echt een vieze kut gewoon. Waarom? Omdat ik, godverdomme, het heb verwijderd. Mijn hond gaat jullie bedanken voor het kijken. Nou, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Maar mijn hond, die... ja. Gewoon. Hond, zeg wat. Zeg wat. Als je niks zegt, ben je er binnenuit. Zeg wat. Ze is gewoon te schattig om iets te zeggen. Nou jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Vonden jullie nou een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Als jullie trouwens deze deel voor het eerst... Kijk dan alsjeblieft deel 1. Die was namelijk epischer. Ik heb namelijk veel mensen gekild. Maar ook in deze video. Deel 2. Ja, voor mij was het gewoon klik, video maken, klik, klik, video maken. Ja, ik had niet genoeg ruimte. Bedankt voor het kijken en zeg ik tot de volgende keer. Ciao.